Het is vrij uitzonderlijk dat Nederlandse onderzoekers naar Antarctica kunnen, want veel plaatsen zijn er niet in de wetenschappelijke centra in het Zuidpoolgebied. Maar na een bezoek van Willem-Alexander en Maxima in 2009 aan de Britse basis Rothera, mogen eind dit jaar 5 Nederlanders daar naartoe. Rothera ligt op het Antarctisch schiereiland ten zuiden van Argentinië. Er wonen maximaal 130 mensen en natuurlijk een hoop pinguïns. De Nederlanders die erheen gaan zullen onderzoek doen naar de klimaatverandering. En dat doen ze in deze speciaal aangepaste containers, gebouwd door het bedrijf van Jan Markwat uit Dirksland. Het was een hele grote uitdaging voor iedereen binnen het bedrijf. Ook de andere personeelsleden hebben allemaal, met z'n allen hebben er echt serieus naar gekeken om een ontwerp te maken van wat het uiteindelijk geworden is. En dat ontwerp is opmerkelijk, omdat de containers worden warm gehouden met een koelinstallatie. De koude die de koelinstallatie maakt gebruiken we niet, want het is koud zat. Maar de warmte die die maakt gebruiken we wel en dat doen we opslaan in een watervat. Het watervat wordt warm en dat water gebruiken we om de vloer te verwarmen van de container. En dat is niet het enige. Het functioneren van de containers wordt vanuit Dirksland in de gaten gehouden. De regeling van de container wordt op internet aangesloten en wij kunnen dagelijks contact onderhouden met de regeling van de container en dus zien wat dat die doet. Gaat er iets niet goed, dan kunnen we contact opnemen met de technische mensen daar om bepaalde zaken aan te passen of te verhelpen. De eerste 3 containers worden morgen verscheept richting Zuidpoolgebied. Dat gebeurt nu al, omdat ze dan nog tijdens de Antarctische zomer aankomen. De onderzoekers gaan pas eind 2012 naar het ijzige zuiden.